De dag van de huisarts is in het leven geroepen in 2010 en wordt sindsdien jaarlijks gevierd op 19 mei. Het doel is om aandacht te vragen voor het nobele beroep van de huisarts. De huisarts is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt van gezondheidskwalen. Vanaf een eenvoudig hoesje tot dodelijke ziekte, zegt Eddie Wong-Chung, directeur van het Huisartseninstituut Suriname, HISURI. Hij geeft aan dat het belangrijk is om op deze dag te accentueren wat een huisarts allemaal doet. Ik kan me voorstellen dat het belangrijk is om zo'n dag te kunnen accentueren en erbij stil blijven staan wat de huisarts is en ook wat de huisarts moet doen. Want als ik zo rond mij kijk, dan is het dus niet altijd zoals het hoort. We zijn dus nog in een proces bezig om die huisartsenij op gang te krijgen, waardoor echt gewerkt wordt zoals het hoort. En als dat lukt, dan ben je echt die goede pil. Nu zijn je maar een pil die soms werkt. Dus laten we zeggen, deze dag kan het toedienen dat we bekend worden, dat bekend wordt dat wij een bepaalde taak hebben. En dat onze functie is in de gezondheidszorg. En dus niet alleen maar doorsturen en medicijnen geven, maar ook begeleiden en herkennen en inzicht geven. Dat is onze taak. Wong-Chung benadrukt dat een huisarts het eerste aanspreekpunt is van een patiënt. Ook in deze COVID-19-pandemie zijn huisartsen cruciaal, meent hij. Zeker zijn ze een cruciaal element. Het begint al op de poli. Ja, de mensen komen en ze komen met rugpijn. En dan kun je ook nakijken of het inderdaad komt vanwege een hoest die er ook bij is en een verkoudheidje. Je vraagt het uit en als je laat testen, dan blijkt het soms wel positief te zijn. Dus in dat kader voor de opsporing is het al belangrijk. Verder participeren wij ook nog in de behandeling daarvan. Dus wij zijn zeker een belangrijk element in die gehele COVID-zorg. In de gehele zorg overal, overigens. Maar de COVID-zorg zeker. De huisarts is de sterkst werkende pil van de gehele gezondheidszorg. Wat bedoel je daarmee? Hoezo? Nou, de meeste aandoeningen die ontstaan door omstandigheden die te lang duren, waardoor je daar ziek van kan worden. Men heeft het meestal over de stress. Ik heb stress. En het gaat heel simpel. Men begint meestal met een hoofdpijn en niet goed kunnen slapen. Gaandeweg met ruzies enzovoort enzovoort. Je weerstand wordt minder en op een gegeven moment krijg je verkoudheidjes, griepjes. En in dat kader kun je zelfs de deur openzetten voor COVID. Eddie Wong-Chung, directeur van het Huisartseninstituut Suriname. Op deze dag wordt de rol en bijdrage van huisartsen in de gezondheidszorg wereldwijd herdacht.